Tijdens de vorige aanval van Skeletor op Castle Grayskull is de brug over de rivier zwaar beschadigd. Man-at-Arms, Prins Adam en Orko staan nu bij de brug om deze te herstellen. Nou, Prins Adam, dat bliksemkanon van Skeletor heeft de brug wel behoorlijk vernieuwd. Ja, Man-at-Arms. Gelukkig dat Orko het op tijd liet regenen. Ja, bedankt, vrienden. Zoals jullie weten heb ik wel een toverformule om het te laten regenen, maar helaas niet om bruggen te herstellen. Spijt me. Dat hoeft ook niet, beste Orko. In het bos staan toch een paar bomen die omgehakt moeten worden. Ze zijn zo groot geworden dat ze alle licht wegnemen voor de kleinere boompjes. Och, arme kleine boompjes. Hoe gaan we die bomen omhakken? Hoe gaan we die bomen omhakken? Nou, met een bijl natuurlijk. Ja. Of dacht Orko misschien dat we het met onze blote handen zouden doen? Nee, natuurlijk niet. Ik vroeg me alleen maar af. Ja. Je hebt toch een bijl bij je? Huh? Niet, Orko? Of ben je die weer vergeten? Nee, Prins Adam. Ik bedoel, ja. Nee, ik heb de bijl niet bij me, maar ik ben ze ook niet vergeten. Nou, dat moet je me toch even uitleggen, Orko. Kijk, toen we Castle Grayskull verlieten, hè, toen dacht ik opeens, Orko, je mag de bijl niet vergeten. Dus ik wou naar het schuurtje gaan, maar net op dat moment zeg jij, Orko, neem je het picknickmandje. Oh, en omdat het picknickmandje veel lichter is dan de bijl, heb ik het picknickmandje maar meegenomen. Heb ik het picknickmandje maar meegenomen? Nou, doe je dat zo? En meneer Orko, hoe moeten we de brug nu herstellen? Oh, met boomstammen natuurlijk. Juist, met boomstammen. En hoe zullen we die boomstammen omhakken? Met het picknickmandje misschien? Nee, met een bijl natuurlijk. Ja, maar omdat we geen bijl mee hebben, moeten we dus iets anders nemen. Je zwaard bijvoorbeeld. Mijn zwaard? Ah. Wat? Bedoel je het zwaard dat Zoar me gegeven heeft? Ja, dat bedoel ik. Maar Orko, je weet toch dat ik het machtige toverzwaard alleen mag gebruiken als er gevaar dreigt? Dat ik het alleen mag trekken om te veranderen in He-Man? Dat heb ik Zoar, de tovenares van Eternia, moeten beloven. Nou en? Zoar ziet ons toch niet. En trouwens, nu dreigt er ook gevaar, hè? Want als we de brug niet herstellen, dan kunnen we nooit meer over de rivier. Nou, dan zitten we ingesloten. Nee, Orko, dat is niet het gevaar dat Zoar bedoelde. Ja. Prins Adam heeft gelijk. Het machtige toverzwaard mag alleen gebruikt worden om de machten van het goede te beschermen. Tegen Skeletor en de kwade krachten. Tenzij Zoar zelf... Man-at-Arms, hoor je me? Ik ben het. Zoar, de tovenares van Eternia. Prins Adam heeft gelijk. Het machtige toverzwaard dat ik hem gaf, dient alleen om de machten van het goede te beschermen. Maar de brug is ook belangrijk. Zeg Prins Adam dat ik hem toestemming geef om het toverzwaard te gebruiken om bomen om te hakken. Maar wees voorzichtig, Man-at-Arms. Het toverzwaard is alleen gemaakt om te verdedigen, niet om aan te vallen. Opgepast voor de rotsen, Man-at-Arms. Opgepast voor de rotsen. Dag, Man-at-Arms. Dag. Man-at-Arms, wat heb je? Je lijkt wel te dromen. Komen wij hierheen om de brug te herstellen, begint Man-at-Arms een beetje te dromen. Hoe mooi is dat. Nee, Orko, ik droomde niet. Ik dacht alleen... We gebruiken het zwaard, Prins Adam. Oh. Het machtige zwaard gebruiken om bomen om te hakken? Denk je dat het mag, Man-at-Arms? Ja, het mag. Maar hoe weet je dat? Ik weet het, Prins Adam. Dat is voldoende. Juist, Man-at-Arms. Als jij het zegt, jij bent mijn leermeester. Goed, ik geloof je. Goed zo. Goed, dan gaan we maar. Met welke boom zullen we beginnen? Die daar, bij de rotsen. Dat lijkt me een stevige. Je moet alleen oppassen dat je de rotsen niet raakt met het zwaard. Ik zal voorzichtig zijn, Man-at-Arms. Goed, uit de weg. Daar gaat hij. Goed zo, Prins Adam. Nog twee keer hakken en hij ligt om.
Zo. Zo. Ja. Opgepast, Orko, daar komt hij. Wow. Wat een kanjer van een boom, zeg. Daarmee kunnen we wel 5 bruggen maken. Ja, alleen de zijtakken moeten er nog af. Oh, mag ik dat doen, prins Adam? Ja, als u maar voorzichtig bent, Orko. Ja, natuurlijk zal ik voorzichtig zijn, prins Adam. Hoe kun je daar nou aan twijfelen? Ik ben de beste takkenhakker van Eternia. Wat zeg je? Van het hele heelal? Ja, dat dacht je maar. Ik zou maar uitkijken als ik jou was. Dat doe ik, prins Adam, doe ik. Kijk maar. Zo. En zo. En zo. Zie je de takken vliegen, prins Adam? Zie je het? Ja, Orko. Je bent inderdaad een stevige houthakker. Ja, weet ik, prins Adam. Ja, kijk eens. Met 1 hand. Oh. Orko, wat doe je? Oh, het spijt me. Oh, prins Adam, vergeef me. Ik heb een rots geraakt. Er is een stukje van het zwaard af. Oh, prins Adam, wat moeten we nou doen? Het magische toverzwaard is stuk. Nu is Castle Grayskull verloren. En nu heeft Skeletor de macht over Eternia. Oh, oh. Rustig, rustig, Orko. Nee. Rustig, rustig. Oh. Dat er een stukje van het machtige toverzwaard af is, is inderdaad heel ernstig, maar het kan hersteld worden. Denk je dat, Man-at-Arms? Oh, ik hoop het. Want als het toverzwaard stuk is, heb ik mijn belofte aan Zoa verbroken. Oh. Ja, en wat zal er dan gebeuren? Ach, zo'n vaart zal het niet lopen, prins Adam. Je zwaard is wel kapot, maar het behoudt wel de toverkracht. Het is alleen niet meer zo sterk. Ja, ik zal het machtige toverzwaard herstellen. Kun je dat dan, Man-at-Arms? Natuurlijk, prins Adam. Zoa heeft me het geheim van het magische toverzwaard verteld. Maar om het te herstellen, moeten we iets heel speciaals gebruiken. Iets heel speciaals? Ja, ja. We kunnen het toverzwaard alleen maar bijslijpen met diamantsteen. Diamantstenen? Wat is dat? Ja. Diamantsteen is een bikkelharde steen die je op Eternia slechts op 1 plaats kunt vinden. En waar is dat, Man-at-Arms? Het kleine beetje diamantsteen dat er nog over is, bevindt zich. Kom eerst wat dichterbij. Want misschien zijn er wel spionnen van Skeletor in de buurt. Die mogen beslist niet weten waar die steen te vinden is. Goed zo, nog wat dichterbij. Kom je. Luister. Diamantsteen kun je alleen vinden in de grotten van Kalibor. De grotten van Kalibor. De grotten van Kalibor? Stil, Orko, niet zo luid. Straks kan Skeletor. Wat is dat rare geluid? Nee, daar was ik al bang voor. Dat was Loki Bot van Horlak en de Evil Orde. Hij is een van de robotspionnen. Wie is Hordak en wat is de Evil Horde? Hordak is een andere vredeleider van het kwaad. Vroeger was hij de leermeester van Skeletor. Maar toen Skeletor genoeg wist, heeft hij Hordak verstoten. Dus wil die Hordak ook de macht over Eternia veroveren? Ja! En daarom heeft hij een bende vredekrijgers rondom zich verzameld. De Evil Horde heette ze. Multibot, die zo even wegholde, was er één van. Hij is de robotspion van Hordak. Nu hij weet waar de diamantsteen te vinden is, is hij vlug weggehold om het aan Hordak te vertellen. Vlug weggehold? Ja, Multibot heeft toch 6 benen. Daarom is hij zo snel. En denk je dat Multibot het geheim van de diamantsteen ook aan Skeletor zal vertellen? Vast en zeker. Voorlopig werken Hordak en Skeletor nog samen. Maar wanneer ze de macht over Eternia hebben veroverd, dan vechten ze het onder elkaar uit. Misschien zitten ze nu wel samen in Snake Mountain een nieuw plannetje te bedenken om Castle Grayskull te veroveren. Maar Man-at-Arms, als Hordak en Skeletor weten waar ze de diamantsteen kunnen vinden, dan kunnen ze ook een toverzwaard proberen te maken. Nee, prins Adam. Een echt toverzwaard als dat van jou kunnen ze nooit maken. Dat geheim kent alleen Zoar. Maar met diamantsteen kunnen ze wel machtige wapens maken. Oh, Man-at-Arms.
Wat moeten we nu doen? Het is allemaal mijn schuld. Straks is Castle Grayskull in handen van Skeletor en Hordak. Het is allemaal mijn schuld. Rustig, rustig. Rustig, nou maar. We moeten er alleen maar voor zorgen dat we voor Skeletor bij de grotten van Caliboor aankomen. Ja. En waar zijn de grotten van Caliboor, Man-at-Arms? De grotten van Caliboor liggen een flink eind hier vandaan. Aan de rand van de verbrande vallei. De verbrande vallei? Ja, de verbrande vallei. De grotten van Caliboor worden bewaakt door Solvor, een machtige vuurspuwende draak. Al velen hebben geprobeerd om de grotten binnen te gaan, maar steeds werden ze weer verjaagd door de brandende adem van Solvor. Ja. Daarom is de vallei voor de grotten helemaal verschroeid. Een vuurspuwende draak. Kom, Orko, kom. Voor bang zijn hebben we nu geen tijd. We moeten maar eens opstappen. Ja, we moeten hoe dan ook voor Skeletor bij de grotten van Caliboor aankomen. En terwijl prins Adam en zijn vrienden op weg zijn naar de grotten met de vuurspuwende draak, loopt Multibot razendsnel naar Snake Mountain, waar Skeletor en Hordak een duister plan zitten te bedenken. Nee, Hordak. We moeten samenwerken om Castle Grayskull te veroveren. Goed, Skeletor. Voor één keer dan. Maar ik zal nooit vergeten dat je me hebt laten zakken. Ja. Dat regelen we later dan wel. Maar eerst verslaan we samen He-Man. Akkoord? Akkoord. Maar alleen deze keer. Nu vechten we samen tegen He-Man. Maar daarna zijn we weer vijanden. Dus wat we nu nodig hebben is een goed plan om Castle Grayskull te veroveren. Juist. En niet alleen een plan. We hebben ook wapens nodig. Machtige, onoverwinnelijke wapens. Maar die had je toch? Het bliksemkanon bedoel je? Nou ja, dat was een machtig wapen. Maar het bleek niet tegen regenbestand. En trouwens, de bliksem sketsten af op het schild van He-Man. Het schild van He-Man. Ja. En wie heeft dat gemaakt? Man-at-Arms, denk ik. Die maakt alle wapens voor He-Man. Wisten we maar hoe hij dat schild gemaakt heeft? Nou, in een smederij, denk ik. Ja, licht. Maar ik vroeg hoe. Welk metaal hij daarvoor gebruikte. Ja, ja. Als we dat te weten komen, dan worden ook onze wapens onoverwinnelijk. Wat is dat lawaai? Oh, dat is Multibot. Mijn spion. Het lijkt wel of hij haast heeft. Hij komt vast met groot nieuws. Hordak. Skeletor. Vlug. Wat is er, Multibot? Waarom die haast? Ik heb het geheim ontdekt van het magische zwaard van He-Man. Wat? Vertel het, Multibot. Vertel het. Wel, prins Adam, Man-at-Arms en Orko waren bezig met bomen omhakken om de brug over de rivier te herstellen. Prins Adam gebruikte een zwaard dat sterk op dat van He-Man leek. Maar toen gebruikte die kleine dwerg, hoe heet die ook weer? Orko. Juist, Orko. Hij gebruikte het zwaard om wat kleine takken af te hakken. En toen raakte hij een rots en brak er een stukje van het zwaard af. Orko was heel erg bang, maar Man-at-Arms zei dat hij het magische zwaard kon herstellen met diamantsteen. Diamantsteen? Natuurlijk dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. Ken je dat, Skeletor? Ja. Diamantsteen is heel erg sterk. Het is ondoordringbaar. Er is nog slechts een handvol van over op Eternia. En waar vind je de diamantsteen? In de grotten van Caliboor, bij de verbrande vallei. De grotten van Caliboor? Maar die worden toch bewaakt door... Juist, door Solvor, de vuurspuwende draak. Maar niemand heeft ooit Solvor verslagen. Nee, Hordak, dat weet ik. En daar moeten we een oplossing voor vinden. Maar wat ik zeer eigenaardig vind is dat prins Adam, dat zoontje van de koning, het zwaard van He-Man gebruikte. Misschien mocht hij het wel lenen om de brug te herstellen. Misschien, ja. Ja, misschien. In ieder geval, we moeten nu naar Caliboor. Ik wil die diamantsteen in handen krijgen.
Het enige probleem is Sulfur. Die moeten we uitschakelen. Maar hoe? Hoe kunnen we... Ik heb het. Ik heb het! Vertel het, Skeletor. Wat is je plan? Kijk, wij gaan naar de grotten en wachten gewoon tot prins Adam en zijn vrienden eraan komen. Zij willen in de grot, dus zij moeten tegen Sulfur vechten. En terwijl zij vechten, glippen wij de grot binnen en nemen de diamantsteen. Een prachtig plan, Skeletor. Een prachtig plan. Kom, laat ons niet langer wachten. We moeten nu naar de grotten van Caliboer. Ja. Maar Skeletor en Hordak zijn te laat. Prins Adam, Man-at-Arms en Orko zijn al in de verbrande vallei aangekomen. Oh, wat is het hier doods? De vallei is helemaal verschroeid, hè? Ja, dat komt door Sulfur, die alles met zijn verbrandende adem wegblaast. Oh. Waar zijn de grotten van Caliboer eigenlijk, Man-at-Arms? Daar, aan de andere kant van de vallei, onderaan de berg, zie je? Ja, ik zie het. Is dat de grot van de vuurspuwende draak? Ja, Orko. Nou, zweef jij maar achter ons. Graag, Man-at-Arms, graag. Dan kijk ik meteen wel of we niet gevolgd worden. Goed idee, Orko. Ik vraag me alleen af wanneer die Sulfur tevoorschijn zal komen. Daar is die. Vlug, prins Adam, trek het zwaard. Bij de macht van Grayskull, ik heb de kracht. He-Man. Hierop heb ik lang gewacht. Kom hier als je durft. Hoor je dat, Man-at-Arms? Die gemene draak kent He-Man, geloof ik. Ja, Orko. Maar zometeen zal die He-Man nog beter kennen. Laat ons door, Sulfur. We willen alleen maar wat diamantsteen. Daarna laten we je weer met rust. Dat zou je wel willen, hè, He-Man? Maar niemand komt erin. Ook jij niet. Ik waarschuw je, Sulfur. We moeten erin of anders... Anders wat? He-Man! En He-Man toont zijn zwaard. Omdat Sulfur niet weet dat het bezadigd is, wordt hij bang en gaat opzij. Nog even blaast hij en spuwt dan nog wat vuur. Zo! Die weet wel wat He-Man met zijn zwaard kan doen. Zo'n dreiging met het toverzwaard is al genoeg, hè, Man-at-Arms? Ja, misschien voor Sulfur, maar niet voor Skeletor en Hordak. Kom, vrienden, de weg is vrij. We hebben geen tijd te verliezen. We moeten de diamantsteen vinden voor Skeletor eraan komt. Ja, volg me. Ik denk dat ik ongeveer weet waar de diamantsteen te vinden is. Het moet ergens achter in de grot zijn. Wat is het hier donker, hè? We hebben een fakkel nodig. Anders vinden we die diamantsteen nooit. Wacht. Ik zal even een fakkel maken. Oh. Kijk, hier sprokkelen we dat droog hout. Dan slaan we twee stenen tegen elkaar tot er een vonkje komt. En dan blazen we tot het hout brandt. Oh. Zo, de fakkel brandt. Oh, wat een grote grot. Welke kant moeten we uit, Man-at-Arms? Die kant uit. In de richting van die donkere gang. Als we die volgen, dan zijn we zo bij de diamantsteen. Is het nog ver? Nee, Orko. Het is vlakbij. Als ik me niet vergis, dan ligt de diamantsteen hier net om de hoek. Dat klopt. Daar, achter die rotsblok, zie ik iets glinsteren. Ja. Dat moet de diamantsteen zijn. Nou zie ik het ook. Oh, dat is werkelijk prachtig. Is die diamantsteen nou werkelijk zo hard? Heel hard, Orko.
Zo hard dat het bliksems kan tegenhouden. Nou, dat heb je toch gezien? Ja, Skeletor heeft het ook gezien. Over Skeletor gesproken. Multibot heeft hem vast op de hoogte gebracht. Hij is vast en zeker al op weg hierheen. Ja, daarom hebben we geen tijd te verliezen. Ik zal de diamantsteen losbreken. Zo, dat is klaar. Zo, en nu moet je bij een zwaard slijpen met het arms. Ja, voordat Skeletor en Hordak hier zijn. Zo, dat is gelukt. Laten we dit diamantsteen maar meenemen. Dat komt nog wel van pas. Zal ik de zak dragen, He-Man? Dat is een goed idee, Orko. Dan hebben Man-at-Arms en ik de handen vrij als we Skeletor en Hordak tegenkomen. Had je het over mij, He-Man? Skeletor. Je bent blijkbaar verrast mij hier te ontmoeten. Mag ik je ook voorstellen aan twee vrienden van mij? Dit is Hordak, de leider van de Evil Horde. Aangename kennismaking, He-Man. Wat ben ik blij je te ontmoeten. Ik hoop dat we samen nog heel wat aangename uren zullen mogen doorbrengen. En dit? Dit is Multibot, de gemeenste robotspion van Eternia. Dat ben ik. Dat ben ik. Wat wil je van me, Skeletor? Of ben je helemaal hier naartoe gekomen om met je vriendjes voor te stellen? Natuurlijk niet, He-Man. We zijn hier naartoe gekomen omdat daar in de zak van Orko zit. En wat zit er in de zak van Orko, Skeletor? Kom, He-Man, hou me niet voor de gek. In die zak zit diamantsteen. En die heb ik nodig om machtige wapens te maken waarmee ik je voor eens en altijd kan verslaan. Want de macht over Eternia komt mij toe en niemand anders. Zo, de diamantsteen. Nou, dan zul je hem toch zelf moeten komen halen, Skeletor. Of dacht je dat we die zomaar zouden afgeven? Nee, natuurlijk niet. Mannen, val aan! Meisjes, val aan! Achteraan! Kijk uit, achter je! Verdammt, He-Man! Verdammt, hier! Pak aan, jij! Multibot! Neem Orko gevangen met je vier armen. Hij heeft de zak met de diamantsteen. Komt voor elkaar, Skeletor. Zo'n klein ventje, geef hier al die zak. Hé, wat is dat? Hier blijven jij. Blijf hier, zeg ik je. Skeletor, Orko gaat zweven. Zo, zo, had je niet gedacht, hè, robot? Kom eens hier, als je durft. He-Man, kijk. Als we deze rots hier opzij duwen, dan kunnen we ze insluiten. Goed idee, Man-at-Arms. Daar gaan we. Zo, die lastposten zijn we weer voor een tijdje kwijt. Verduiveld, ze hebben ons ingesloten. Wat doen we nu, Skeletor? Ja. Ik vind wel een uitweg, Hordak. Het is alleen vervelend dat we de diamantsteen niet hebben. Die He-Man, ik vergeef het hem nooit. Ik krijg jou nog wel, He-Man. Prima, Skeletor. Ha, we kijken nu al uit naar je komst. Zeg, Orko, je bent nog steeds aan het vliegen. Ja, je mag nu wel landen, hoor. Alle gevaar is geweken, hè? Ja, goed zo, He-Man. Kijk uit, hoor. Hier kom ik. Zo, Orko. Nou, dat was niet bepaald een zachte landing. Ja, ja, maar ja, alles went. Zullen we dan nu maar teruggaan naar Castle Grayskull? Natuurlijk. We hebben nog heel wat werk te doen. Door die vervelende Skeletor waren we bijna vergeten dat we de brug nog moeten herstellen. In elk geval zitten Skeletor en Hordak nog wel een tijdje vast achter die grote rotsblok. Niet waar, Skeletor? Het lachen zal jullie wel vergaan. Wacht maar. Goed zo. Kom vrienden, we gaan. We hebben nog heel wat te doen. Dag Skeletor.